De Stichting Onderwijs der EBGS heeft een lesprogramma ontwikkeld om pesten op scholen bespreekbaar te maken. Ze deed dat met hulp van haar partners Saga Interproject Suriname. Het project is gefinancierd door de UNICEF en wordt ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, MINOC. Suriname staat op plaats 4 als het gaat om pesten onder jongvolwassenen in het Caribisch gebied. Dit blijkt uit een studie van 2014 van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank IDB. Saga Interproject is een Surinaamse stichting die verschillende programma's ontwikkelt op het gebied van onderwijs. Volgens Yvonne Karels Helslijnen van het Saga Interproject en ontwikkelaar van het lesprogramma bestaat het programma uit lesbrieven en een kwartetspel. Het lesprogramma bestaat uit 12 lesbrieven. En de lesbrieven, 2 ter voorkoming van pesten, 8 wanneer er pesten gesignaleerd is. En we hebben ook een lesbrief voor ouders en school, om ouders te betrekken bij school. En we hebben ook een lesbrief creatieve presentaties, waar de kinderen echt op een leuke manier aan de slag gaan met pesten. Hebben jullie een speciale doelgroep voor dit programma? Ja, de doelgroep is 6, leerjaar 6 tot en met 8. En het programma is nog niet klaar, hè? Want het programma bestaat ook nog uit een pestkwartet van 32 kaarten. Een pestchecklist voor leerkrachten om hun vaardigheden te vergroten hoe ze pesten moeten aanpakken. En een opvoedthema voor ouders. Karels Helslijnen zegt verder dat het doel van dit programma is ouders, verzorgers en leerkrachten in het algemeen en in het bijzonder adolescenten bewust te maken van de gevolgen van pesten en die zodoende tegen te gaan. Volgens de ontwikkelaar wordt dit programma aan alle scholen aangeboden. Het programma wordt aangeboden aan alle scholen. Dus alle FIBO-scholen. Het ministerie heeft een pakket gehad. Het zal niet dekkend zijn, want we hebben 500 kwartetspellen en 250 lesbrieven. Maar de directeur beloofde daarnet dat er gekeken gaat worden naar middelen om ook andere scholen te voorzien. Moeten de leerkrachten een speciale training volgen om met dit programma te kunnen werken? Wij hebben instructiebijeenkomsten gegeven, omdat het programma, je kan hem lezen en aan de slag gaan. Maar het is toch veel effectiever als je een instructie krijgt van hoe je ermee moet werken. Want de mate van veiligheid in een klas bepaalt ook welke les de leerkracht behandelt. Yvonne Karels Helslijnen van Saga Interproject, tevens ontwikkelaar van het lesprogramma Pesten. Zij sprak vanmorgen bij de uitreiking van dit lesprogramma in de vergaderzaal van de ontwikkelingsdienst van MINOC.